De Nintendo Switch, wie vindt hem niet leuk? Het is een klein ding, je kunt hem overal mee naartoe nemen en er komen steeds meer toffe games op. Maar goed, nog niet alle games zijn naar dat ding geport, terwijl we dat misschien wel zouden willen. Daarom behandelen we deze week in Goeie Vraag een nieuwe vraag van onszelf. En dat is namelijk, welke game wil jij nog geport zien naar de Switch? Dus in andere woorden, welke games die al verschenen zijn, denken wij dat die een hele glorieuze toekomst tegemoet kunnen kijken als ze naar de Nintendo Switch komen. We gaan het behandelen in Goeie Vraag. Goeie Frack, twee games die absoluut moeten verschijnen op de Nintendo Switch ports. De ene is eigenlijk al, maar het minder goede broertje is al verschenen, namelijk Skyrim. Maar we wachten natuurlijk allemaal op Fallout. Als Fallout op de Switch verschijnt, als ze dat kunnen, dan denk ik eigenlijk wel. Fallout 4 is al niet heel veel, ik weet niet, volgens mij als ik die game zie, het kan niet te moeilijk zijn om dat naar de Switch te brengen. Dat lijkt me echt super vet, dat ik Fallout overal kan spelen. Omdat het ook zo'n game is die je ook gewoon even lekker los, makkelijk op kan pakken. Het voelt ook echt een beetje als... Nog meer dan Skyrim vind ik Fallout eigenlijk meer een pick-up-and-play game. Skyrim is toch wat meer episch of zo. En Fallout is wat meer, gezellig door de Wasteland. Gewoon lachen, gewoon leuk. Dus Fallout 4, absoluut. Fallout 3, Fallout New Vegas, gewoon allemaal. Gewoon alles moet gewoon in bundel gewoon verschijnen. En de tweede game die ik heel graag op de Switch wil, maar dat zou denk ik niet kunnen, is Dragon Age Inquisition. Oh, Dragon Age. Ja, ik zei Dragon Age, want... Jullie console-peasants weten het waarschijnlijk niet eens als je de game gespeeld. Maar je kan Dragon Age Inquisition dus elk willekeurig moment in de game pauzeren. Om strategische beslissingen te nemen. Dat komt uit Dragon Age 1, wat een PC-only game was, nooit op console verschenen. En dat was een super fijn systeem, dus het is optioneel, het hoeft niet. Maar voor de Switch is dat super fijn, want als je lekker in de trein zit en je zit in een super heftige gevecht, dan kun je dus op elk willekeurig moment even een pauze zetten, even de battlefield rusten bekijken. Wat wordt de volgende move van mij en van mijn partners in crime? En dat lijkt me echt een super fijn spel om ook op de Switch te kunnen spelen, juist vanwege de optie om te kunnen pauzeren en daar... tijdens de pauze strategische beslissing te nemen. En Mario. een Mario platformer. Dat lijkt me gewoon voor de mobiel is dat gewoon fijn. Ik vind Odyssey onderweg gewoon te 3D. Ik vind onderweg 3D spelen hou ik niet van. Ja, Fallout is natuurlijk ook gewoon 3D. En Dragon Age natuurlijk ook, maar... Weet je, je begrijpt gewoon wat ik bedoel. Ik weet het ook niet, hè. Ik word gewoon zo voor het blok gezet soms. Welke games ik voor de Switch wil zien? Dat is een hele interessante, echt een leuke vraag inderdaad. De eerste game die ik eigenlijk zou willen en ook komt, waar ik echt super blij ben, is Dark Souls natuurlijk. Dark Souls 1 Remastered. En eigenlijk, de hele wereld was zo'n beetje, eigenlijk alle fans waren aan het wachten voor de Dark Souls 1 Remaster. En die komt er nu ook aan, maar ook voor de Switch. En dat is ook gewoon tof, want stel je bent Dark Souls aan het spelen, kan je gewoon even snel tussendoor naar de wc Dark Souls spelen. En ik weet niet wat voor rage momenten er zouden komen op de wc. Ik weet niet wat er zou gebeuren bij mensen. Maar ik denk dat er wel weer wat fucked up shit of doorgespoelde switches gaan komen. Naast de Dark Souls natuurlijk, zou ik eigenlijk wel, ook al zou het nooit draaien, The Witcher 3. Gewoon een fantastische game. Natuurlijk een hele zware game en qua graphical gaat de Switch dat eigenlijk nooit redden. Tenzij, heel misschien komt Nintendo met een nieuw Switch XL Pro Switch. Misschien, weet je, alle varianten zijn mogelijk. Ze hebben al van alles wat geprobeerd, ook met de DS'en. Maar The Witcher zou ik wel echt tof vinden op de Switch. Want je kan gewoon lekker op pauze zetten en je gaat lekker reizen naar de auto of whatever. En je kan daarna gewoon weer lekker verder. Dus dat is gewoon het mooie eraan. Maar ik denk niet inderdaad dat The Witcher 3 echt goed gaat draaien op de Switch. Ik denk dat hij daar gewoon niet krachtig genoeg voor is. Tenzij Switch opeens komt met de dikste console ever en dat ze gewoon de Xbox Scorpio gewoon lekker overtreffen. Maar keep dreaming Nintendo. Maar Witcher? Een titel die ik graag op de Nintendo Switch zou willen zien. Het is voor mij heel erg simpel en ik weet dat heel veel mensen dan meteen afhaken. Maar ik zweer bij XCOM 2 op de Nintendo Switch. En ik weet dat het scheef klinkt, maar bear with me here. Sowieso, Firaxis heeft gezegd, de makers van XCOM 2 hebben gezegd van... Hey, de Switch zou best wel leuke potentie voor ons kunnen hebben. Vooral nu Mario plus Rabbids Kingdom Battle er is. Want dat is eigenlijk een soort van adaptatie van hetgeen wat XCOM 2, of sowieso XCOM in het algemeen, zo sterk maakt. Maar dan op de Switch, draagbaar, kort, hapsnap. En dan denk ik van, de markt is open nu. Je ziet dat die game het goed heeft gedaan. Er is markt voor een soort van technische...
tactische, rustige game op de Nintendo Switch. En daarom denk ik van, ga het stapje verder. Weet je al, na Mario plus Rabbids was een goede game, maar capituleer daarop. Ga daarmee door en ga lekker gewoon XCOM 2 er naartoe porten. Technisch wordt het misschien wel iets lastiger, omdat de Nintendo Switch natuurlijk niet het meest krachtige apparaat is. En zelfs op beesten van systemen draait XCOM 2 dan soms ook nog best wel een beetje zo van, waarom deze frame erop? Maar goed, stel dat ze dat goed kunnen porten, dat ze dat goed kunnen optimaliseren op die kleine Nvidia chipset. Lijkt me helemaal mooi als dat gebeurt, want dan... Oh mijn god, ik zou nooit meer kunnen ontsnappen aan XCOM 2. Ik zou echt alleen maar gewoon overal het loodje leggen. Ik zou midden in de trein zitten en mensen verliezen. Dat ik dacht van, nee, je was mijn favoriete soldaat. Nee. Goed, ik zou dat alleen maar tof vinden om op die manier te zien. Dus lekkere, slepende, tactische combat tegen aliens knokken. Ik ben voor. Breng het naar de Nintendo Switch. 2K Firaxis, alsjeblieft, doe het. Ik koop het. En stoot Mario en Rabbids van de troon. Ze verdienen het. Niet, maar toch, doe het. Dat is vet. Er zijn natuurlijk heel veel titels waarvan ik denk, ja, no-brainer, die moeten naar de Switch. En die komen te zijn tijd ook echt wel, maar ik verlang er gewoon naar. Dan noem ik gewoon eventjes een Harvest Moon, een Animal Crossing, Pokémon. Weet je, die titels wil ik. Klaar. Ben ik heel vocaal in. Maar wat ik stiekem misschien nog wel meer wil, en ik ben een wandelend cliché en ik herhaal mezelf waarschijnlijk heel vaak, ik wil de Sims op de Switch. I kid you not. En ik weet het... Hij is natuurlijk ook al de Sims 4 uitgekomen voor de PlayStation 4 en Xbox One, maar die wil ik niet. Daar gaan we gewoon, dat vergeten we gewoon eventjes. Ik wil oprecht een Sims waar ik gewoon ook op mijn scherm kan klikken en kan slepen en kan doen en veel meer echt wat ze eigenlijk bij de Sims 4 hadden gezegd. Echt erin met je handen en aan die kaken trekken om het gewoon nog breder te maken en aan het haar zodat het weer langer wordt. Of als dat te veel gevraagd is, IE, dan vind ik het ook prima om die laptopversie van 2007 terug te halen. Gewoon veel meer verhalen. Nog wel Sims, maar ook nog wel de keuzes daarin. Die vond ik stiekem ook heel tof en dat moet de Switch makkelijk aankunnen. Natuurlijk de nieuwe Sims Mobile die er aankomt, leuk, maar dat wil ik dus echt niet. Ik wil echt puur de Sims met alle uitbreidingen en die haal ik er dan ook allemaal bij. Give it to me. Daar heb je het. Dat zijn alle titels die wij graag nog op de Nintendo Switch willen zien. Klein apparaatje, grote games, tenminste als het aan ons ligt. We ambiëren het een en ander. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar welke games jij nou graag op de Switch zou willen zien. Misschien wel om zelf te spelen, maar misschien ook wel om de game aan een groter publiek te helpen. Hoe dan ook, dat was het voor deze week voor Goeie Frek. En ja, we zijn er volgende week weer met een nieuwe vraag. En dat kan zomaar jouw vraag zijn, want naast een antwoord op deze vraag zoeken we ook een nieuwe Goeie Frek. Dus heb je een leuke, creatieve kwestie, vraagstelling, hoe dan ook, wil je ooit weten van ons? Laat het dan weten hier in de comments. En dan kunnen wij volgende week misschien wel jouw vraag beantwoorden in Goeie Frek. Tot snel, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. De ballen!